Nu eerst aandacht voor de wietpas in Tilburg. Met een wietpas los je niet direct de problemen op. Dat zegt de VVD in Tilburg. De pas houdt mensen bij de voordeur tegen. Maar het heikelpunt ligt bij de achterdeur. En met deze uitspraak druist de VVD in Tilburg in tegen de plannen van hun eigen minister. Volgens de VVD Tilburg zit de wietproblematiek niet bij de coffeeshops, maar bij de georganiseerde misdaad. En het belangrijkste probleem rondom de wietteelt is dat het zorgt voor heel veel sociale ontwrichting. Mensen die in de problemen zitten worden door de georganiseerde criminaliteit gedwongen om een hennepplantage op hun zolder te hebben. Die sociale misstanden willen we duidelijk aanpakken. De VVD in Tilburg wil dat haar minister strenger gaat toezien op de handhaving tegen het kweken van illegaal wiet. Volgens de VVD zijn er naar schatting zo'n 1500 wietzolders in Tilburg. Elk jaar worden er zo'n 200 geruimd. De liberalen in Tilburg willen de capaciteit van het ruimen wordt verhoogd. En dat er minstens 1000 zolders per jaar worden opgerold. Het bijzondere doet zich ook voor dat de politie weet waar de zolders zijn. Maar we hebben nu eenmaal niet meer capaciteit dan ongeveer 200 per jaar ontruimen. Nou, wanneer je zegt, we hebben er 1500 in Tilburg, we kunnen er per jaar 1000 ontruimen. Dan praat je over een serieuze klap richting de productie. U zegt meer capaciteit, maar waar moet die capaciteit vandaan komen? Een heel groot probleem, want alle budgetten staan onder druk. Wij willen daarover met de minister in gesprek. En dat is de boodschap die we aan minister Opstelten hebben. Pak ons serieus probleem nou serieus op. En denk niet dat de wietpas een oplossing is voor dat hele serieuze probleem van de criminaliteit. Want dat is het in onze optiek niet. Zit minister Ivo Opstelten van Veiligheid eigenlijk wel te wachten op zo'n uitspraak uit zijn eigen achterban? Minister Opstelten is waarnemend burgemeester geweest hier in Tilburg. Hij weet hoe de situatie hier is. En op deze manier willen we hem daar graag aan helpen herinneren. Het is volgens de liberalen te naïef om te denken om de reguliere wietteelt te verbieden. Telen voor eigen gebruik, oké, maar voor de verkoop is iets anders. Maar hoe komt de koffieshop dan aan zijn voorraad? Nou, je zou inderdaad kunnen denken, wanneer alle toevoer opgelost is, hebben koffieshops geen handel meer. Dat lijkt een logische gedachte. Maar wanneer je bekijkt dat op dit moment 80% van de complete wietproductie niet voor Nederlands gebruik is, dan denk ik dat we nog heel veel plantages te ruimen hebben voordat de coffeeshops dat gaan merken. De liberalen stellen dan ook het volgende voor. 1000 ruimingen van wietzolders per jaar. Toezien op illegale straathandel. Meldingsplicht van woningbouwverenigingen bij verdachte zaken. Nergens openbaar roken. Roken doe je thuis of in de coffeeshop. En foute coffeeshops, bijvoorbeeld die verkopen aan jongeren onder de 18 jaar of overlast veroorzaken, direct sluiten. Eigenlijk gelooft de partij niet in de wietpas als oplossing voor de problemen. Maar de liberalen willen er wel mee instemmen als de minister de echte problemen rond de drugscriminaliteit ook aanpakt.